Een training krijgen van je idool. Wie wil dat nou niet? Fans van handbalster Yvette Brog kregen woensdag de kans om dat mee te maken. De voormalig speelster van Van der Voort Quintus was al een tijd van plan om een clinic te geven. Maar het kwam er steeds niet van. Ik had al wel een keer een aantal aanvragen gehad van joh, Yves, zou je een keer het leuk vinden om een training te organiseren of een clinic? Of in ieder geval, ja, ik ben natuurlijk niet heel veel in Nederland. Dus ik had eigenlijk nooit echt de tijd ervoor om zoiets te organiseren. Dus ik dacht, nou, in de zomervakantie dan plan ik gewoon een dag vrij en organiseer ik een training voor de jeugd. Het was heel leuk en we hebben heel veel geleerd. En ja, het is wel leuk die verhalen die ze dan erbij vertelt en zo. Dat vond ik erg leuk. Wat vertelden ze bijvoorbeeld? Over hoe vaak ze trainen per dag, per week ook. En ja, hoe ze eigenlijk bij Quintus en hoe ze verder is gegaan. Bij Gior en ja, Gior. Ja, dan hoe ze allemaal leeft en wat dan de werk is. Want zij werkt niet erbij en dat wisten dan sommige mensen niet. Nou, ik heb eigenlijk geprobeerd om een stukje dekking, aanval en voetenwerk en reactievermogen. Zeg maar 4 dingen in 1 training te stoppen en daar dan inderdaad wat extra technieken en wat tips mee te geven. Dat die meiden, zeg maar, als ze straks terugkomen en weer straks na de zomer weer beginnen bij de club, dat ze daar wat aan hebben en dat ze dat dan mee kunnen nemen. Dus ik hoop dat ze wat hebben geleerd. Op afstand schieten. Dus dat je niet links moet gooien als je van de linkerkant komt, maar rechts moet gooien. Die meiden waren super enthousiast en gingen echt met 100% de training in. En ik denk dat dat sowieso het eerste wat onwijs belangrijk is. Dat iemand onwijs fanatiek aan handbal doet. Dus er zaten wel een aantal leuke talenten tussen. Yvette gaat na de zomer weer terug naar haar club in Hongarije. Ik heb net 3 jaar bijgetekend, dus ik blijf er nog even. En dan beginnen we gewoon weer een nieuwe seizoen. En dan gaan we natuurlijk weer voor de Champions League. Even met het Nederlands team hebben we dit jaar een WK waar we ons gaan op voorbereiden in Duitsland. Dus het wordt weer een mooi en pittig jaartje.